Ja, jongens, het is vandaag maandag, dus weer een nieuw weekvlogje. Het is nu 9:45 en ik heb me net aangekleed en ik ga nu naar Ruby toe, want ze gaat mijn haar knippen en ik denk ook verven, maar we moeten even kijken of het kan, want mijn haar is echt super dood, dus dat gaan we eventjes kijken. Dus ik ga nu onderweg naar Amstelveen. Ik ben weer terug van Ruby en mijn haar is echt heel erg licht. Ik ga het even goed laten zien. Het heeft nog een beetje een warme gloed. We vonden het wel mooi om een beetje dat warme erin te houden. Dus het is eigenlijk een beetje lichtbruin. Ik ga er natuurlijk weer de hele tijd aan zitten. Ik ga in ieder geval nu eventjes naar de winkel, want ik moet zo meteen weer werken. Dus ga ik even af het eten halen. Ja, ik moet weer werken van 4 tot 12:30. Het is vandaag woensdag. Ik heb echt een beetje raar geslapen, dus mijn haar zit echt door de war. Terwijl het was gisteren zo mooi gekruld. Nou, ik heb zo raar geslapen dat het er gewoon alweer helemaal uit is. Maar ik ben nog steeds zo blij met de kleur. Ik ga nu eventjes maar aankleden. Dan ga ik even met mijn moeder naar de Kruidvat. Want ik heb eventjes haarmaskers en zo ga ik even halen. Want ik wil natuurlijk nu wel goed verzorgen. En daarna moet ik vanavond weer werken met Bobby en Elisa. Dus ik ga dan ook even avondeten halen voor daar. Ik heb even lekker een zwarte bandeau aangedaan en mijn roze joggingbroek van Chiquelle. Oh my god, mijn kamer is echt een troep. Echt, ik haat het. Mijn vader zei het laatst nog tegen me. Jouw kamer is altijd troep, super netjes. Troep, super netjes. Ik kan nooit even een keertje een middenweg vinden. Dus ik denk dat ik zo meteen maar weer moet opruimen. En mijn jas ben ik vergeten bij mijn vader. Echt. Maar ja, pak even een andere jas. En dan ga ik nu eventjes met mijn moeder naar de Kruidvat. Ik ben weer terug. Ik zal eventjes laten zien wat ik gehaald heb. Ik heb deze twee shampoos gehaald. Dan watjes, scheermesjes. Dit viel per ongeluk ook in mijn mandje. Een haarmasker. Een body lotion. Micellar water. En deze had ik nog. Dit heb ik allemaal even bij de Kruidvat gekocht. Ik ben nu eventjes mijn hele bureau aan het schoonmaken. Ik ga zo even mijn bed opnieuw opmaken. De rest van mijn kamer opruimen, zodat ik in een schone kamer thuis kom als ik zo meteen gewerkt heb. Hey jongens, het is vandaag donderdag en ik ga zo meteen eventjes naar de IKEA, want ik wil twee van die strips kopen met van die ledlampen erop voor bij mijn vader thuis op de spiegel. Even kijken, ik heb een foto. Hier wil ik er dan twee van en die wil ik dan bij mijn vader daar op mijn kamer op de spiegel, want dat vind ik gewoon echt heel erg leuk. Ik heb een trui aan van de Kostes, jasje van Reiners Food Fashion, een legging van Reiners Food Fashion en ik heb nu nog mijn sloffen aan. Ja, ik ga dus zo meteen eventjes naar de IKEA.
Daardoor moet ik weer werken met Bobby en Elisa. Ik had dus gisteren, voordat ik ging werken, mijn hele kamer opgeruimd. Ik kwam thuis, ik ging douchen. Lekker mijn hele lichaam onder de bodyloos aan gesmeerd. En toen ben ik in mijn schoon een beetje gaan liggen. Nou, dat is echt het beste gevoel ooit. Ik ga nu eventjes mijn schoenen aandoen. En dan ga ik naar de IKEA. En dan zie ik jullie daarna. Ik heb dus gisteren dit masker gekocht. Haarmasker. Ik ben echt heel benieuwd of die werkt en of het een goed masker is. Als jullie nog goede haarproducten weten, let me know. En ja, ik ga denk ik einde van de week eventjes mijn haar met zilver shampoo wassen. Dat dit nog iets koeler wordt. Maar ik vind het wel echt, ik ben er zo blij mee met mijn haar. Nu zie je het wat beter in het goede daglicht. Het is echt super mooi gedaan door Ruby. Dus ik ben er echt heel blij mee. Ik ben ondertussen alweer thuis van werk. Op de dagen dat ik moet werken vind ik het echt moeilijk om te filmen. Want ja, daar kan ik natuurlijk niet filmen op dat werk. En dan ben ik thuis en dan is het alweer nacht. Want het is nu 1 uur. Maar ja. Ik heb weer eens na 5000 jaar mijn onesie aangedaan. En ik kan vertellen dat het kapot lekker zit. Ik heb net, ben net lekker even onder een warme douche gegaan. Lekker mijn gezicht weer verzorgd met de ordinary spullen. En morgenochtend ga ik om 9:30 naar Beverwijk. En daarna heb ik dus die DJ les. Ik moet nog straks eventjes wat muziek op mijn USB zetten. Maar dat komt wel goed. Ik moet ook eventjes kijken waar ik de SD-kaart heb gelegd. En dan ga ik lekker slapen. Het is vandaag vrijdag. Ik kom net uit Beverwijk. Ik heb het SD-kaartje opgehaald bij Romee. En ik ben nu bezig met de vlog te bewerken. Het is echt super vies weer vandaag. Het is echt van super zonnig naar regen en goor gegaan. En mijn moeder die heeft dus ineens random een nieuwe auto gekocht. Echt random, maar super leuk. Die kan ze volgende week vrijdag ophalen. Hij heeft echt allemaal lekkere functies met stoelverwarming en zo. Nou, dan ben ik wel happy. Ik kreeg onder mijn vorige video de vraag over Mallorca. Ik weet trouwens nog steeds niet wanneer ik ga, hoe lang ik ga. Ik weet nog helemaal niks. Maar ik hoor dat denk ik zo snel mogelijk. Als iemand iets weet, hoor ik het meteen. Maar het is natuurlijk zo'n gekke tijd. Dus er valt niet echt dingen te beloven. Maar ik weet dat ik ga draaien in Shooters en in de Upper Club. Dat werd ook gevraagd waar. Nou, dat is dus Shooters en de Upper Club. Maar ik weet nog niet wanneer en welke tijd en hoe laat. Dus dat moet ik allemaal nog te horen krijgen. Het enige wat ik weet is Shooters en Upper Club. Ik ga eventjes verder met de vlog bewerken. Ik heb net heerlijk bananenpannenkoekjes gemaakt. Dat recept is zo lekker. Het is een banaan geprakt. Ik had het al in 2 weken vlogs geleden laten zien. Banaan geprakt. Een ei. Een lepel boekweitmeel. Of boekweitvlokken, maakt niet uit. Ik doe gewoon boekweitvlokken in de blender. En een lepel havermout. Doe ik ook in de blender, dat het helemaal tot meel wordt. Dat lekker in de pan. Dat is echt heel lekker. Weer eventjes een update. Ik kreeg net een berichtje dat het DJ-lesje van vandaag wordt verplaatst. Dus ja, dat is niet vandaag. Maar op zich, dat is niet heel erg. Want ik heb natuurlijk vandaag gewoon de vlog. En ik moet nog een paar dingetjes doen voor school. Dus ik moet even kijken wanneer dan de nieuwe datum is. Het is vandaag zondag. En ik heb gisteren niet gefilmd. Want ik heb om heel eerlijk te zijn, gisteren het hele seizoen van Ex on the Beach afgekeken in 1 dag. Oeps, kan gebeuren. Dat heb ik dus gisteren gedaan. Dus er was niet echt wat om te filmen. Ik heb lekker mijn trui aangedaan van Pretty Little Thing. En mijn luck legging. Ik ga zo meteen met Elisa en Bobby gaan we eventjes naar Hoofddorp. Want zij wou naar de Zara en ik dacht, ik wil wel mee. We zouden eerst naar de Zara in Amstelveen gaan. Maar in Hoofddorp heb je ook Bershka en dat soort dingetjes zitten. En we gaan altijd al naar Amstelveen. Dus we dachten, we gaan eventjes lekker naar Hoofddorp. In mijn camera heeft alleen weer 3%, dus die moet ik weer even opladen. Nou, de plannen zijn weer veranderd. Zoals altijd bij ons. We gaan toch naar Amstelveen, want Hoofddorp was een beetje te ver voor Elisa en we konden niet zo lang. Dus ja, dan ga ik lekker op de scooter naar Amstelveen. Ik ga nu weg. Ik kijk eigenlijk nooit snapjes. Maar die van Elisa. Oké. Voel je nu high class of zo? Geen ruzie maken. Nou, ik ben alweer thuis. We zijn er denk ik in Amstelveen letterlijk een 30 minuten geweest. Want het was gewoon niet normaal druk. Het was echt niet normaal. Dus we dachten, we kunnen maar beter gewoon gaan. Dus ja, wel jammer, maar dat was gewoon het verstandigst.
Dus zijn we naar huis gegaan. En nu ga ik eventjes een beetje muziek op mijn USB zetten. Want ik heb nu dus morgen die DJ les. En ik twijfel eventjes om morgen nog bij deze dag erbij te vloggen. Eigenlijk doe ik nu bijna elke dag van maandag tot maandag. Of elke week. In plaats van zondag tot zondag. En dan upload ik hem woensdag. Dus ik denk dat ik dat gewoon voortaan ga doen. Dat ik de vlogs van maandag tot maandag doe. Of nou ja, in ieder geval nog deze week doe ik nog eventjes morgen erbij. Dan wordt die ook nog eventjes wat langer. Dus ik ga eventjes wat muziek op mijn USB zetten. Normaal filmen, want ik had vanochtend super veel haast, dat zou weer eens niet. Maar ik had dus vanochtend die DJ les. Ik heb echt even lekker chille dingetjes geleerd en ja, ik heb er gewoon echt super veel aan gehad. Dus nu moet ik weer eventjes de volgende les inplannen. Maar ja, het heeft dus in totaal 3,5 uur geduurd in plaats van 2 uur. Maar het was gewoon echt super chill om er eventjes goed te draaien en dat iemand je even gewoon goed zegt wat je wel en niet moet doen. Dus dat was in ieder geval echt super chill. Het is nu 8 uur. Ik heb net gegeten. En ik ga zo meteen met Fleur, Elisa en Iris. Gaan we eventjes een wijntje doen bij Brasserie 10 of zo. Ergens in Amstelveen. Ik weet niet meer precies hoe het heet. Dat is wel eventjes gezellig. En ja, verder heb ik niet zoveel meer gepland. Morgen weer lekker werken. De dag erna ook. De dag erna ook. Dus ik ga eventjes mijn telefoon opladen. En dan ga ik zo naar Amstelveen. Nieuwe haar laten zien. Blondie. Wij hebben dus alle drie bruin. We hebben alle drie bruin haar en nu alle drie blond. Maar dit is echt heel blond. Dit is altijd wel één die extreem. Wij vinden nog de balayage. Ik heb nog het minst. Dan jij? Denk ik wel. Ik ben er erg. Van ons twee? Oh nee, misschien. Nou ja, jou, bij jou is het hier wat donkerder. Ja, dan valt het meer op. Ja. Ik van hier gebruik iets hoor. De enige met een lijntje. Wij mogen niet. Wat kan jij dat goed? Wat kan ik ook voor de thee? Om thee in te schenken bij jou thuis. Oh, en wat kost dat dan? Wat kost dat dan? €50. Per theeglas. Dat is nogal wat een prijsje. Wat vinden jullie? Moet Bobby licht haar of donker haar? Licht. Oh nee, ik vind juist kastanjebruin. Kastanjebruin. Ja, maar dat ik wou gewoon interessant doen. Ik had precies dit, voordat ik maar had. Zet gewoon zo dat tot hier, dat dan je haar blonder begint te worden. Keihard, hè jongens. Wat was het ook? Het komt gewoon van voor corona. Ja, dit heeft gewoon... Ik ben nu mijn vlog aan het bewerken en ik zie dat ik hem weer niet heb afgesloten. En ik heb helemaal niet die lampen laten zien die ik dus bij de IKEA heb gekocht. Dus dat zal ik even doen. Ik heb... Echt, ik dacht dus dat ik deze week superveel had gefilmd. Nou, de vlog is weer best wel kort geworden. Volgende week vlog zal ik echt proberen meer te filmen. Dus voor lampen heb gekocht zijn deze bij de IKEA. En daar kan je dus 5 lampen in doen. En ik heb er 2 van deze. Dus 10 van die kleine lampjes. En die wou ik dan dus hier zo ergens naast de muur ophangen. Bij mijn spiegels met dan die ledlampen erin. Dat ik hier lekker licht heb tijdens het opmaken. En ja, ik weet niet. Ik vind dat gewoon heel erg leuk staan. Dat gaat mijn vader dan eventjes dit weekend voor mij ophangen. Even denken. Heb ik nog wat te zeggen? Ik ben bezig met mixtape 2. Want de eerste mixtape werd echt super goed ontvangen. Waar ik heel blij mee ben. Dus als jij nog nummers hebt die je heel graag erin wil, kan je ze hieronder neerzetten. En ja, dan ga ik even kijken of het er een beetje bij past. Ik hoop dat jullie, ondanks dat hij niet heel lang was,
de vlog toch een beetje leuk vinden. Ik zal deze week proberen wat meer te filmen. Dus heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie hopelijk weer bij de volgende week vlog.